Hi, mijn naam is Peter en op dit moment speelt de serie Het Verhaal van Nederland. Ja. En ik zit er echt fascinerend naar te kijken en mijn vrouw lacht mij heel hard uit, want ze zegt, joh, dit is schooltv uit de jaren 70. Wat vind jij ervan? Nou, ik moet zeggen dat uw vrouw wel een bijzonder verstandige indruk maakt. Het verlossen, kunt u mij horen? Zometeen hoor je wat Maarten vindt van de hit van Daan Schuurmans, Het Verhaal van Nederland. Het gaat ook over kernenergie, maar eerst Maarten Stokpaardje, het onderwijs. Als je moet het wel leuk vinden, want als je het leuk vindt, gaat het goed. Als je zodra je bang bent voor die kinderen, dan ben je klaar. Dan is het afgelopen 3. En als je elke dag diarree hebt, dan moet je er echt mee ophouden. Nou ja, het kwam veel voor. Het zijn allemaal veelbelovende jonge historici, die studeerden af. Je kon toen ook al een baantje krijgen natuurlijk, of je moest heel goed zijn. Af en toe geef ik mezelf een compliment. En het vereist vaak denkwerk dat u pas straks beseft wat ik net gezegd heb. Maar dan gingen ze lesgeven, allemaal hele normale, aardige mannen. Waren toen allemaal mannen natuurlijk. Best wel leuk om even te vertellen. We doen heel pessimistisch over die emancipatie. Maar God allemachtig nog en toe, hoe is de wereld veranderd op dit punt in de afgelopen 60, 70 jaar? Totaal. Als u denkt, ik kwam aan met een jaar van 17 personen. Daarvan is er was één heel ijverige student bij, die is al heel snel afgestudeerd en die is opgegeten door de Papoeas. Ja, hij was van de christelijke beginselen en daar waren die Papoeas geen bal in geïnteresseerd. En hij zag er mals uit, dat moet ik toegeven. Ja, en je zegt van nou. Dus er waren er nog 16 over. Van die 16 waren 2 meisjes. En die meisjes raakten verloofd. Dat bestaat volgens mij. Wie van u is wel eens verloofd geweest? Oh, u toch? Oh. U bent ook verloofd nog. Vorig jaar. En gaat het wat worden, of zegt u? Ik dacht dat het helemaal uit de tijd was, verloven. Ja, ik vond het was zoiets geks. Je raakte verloofd en dan trouwde je en dan ging je nog 4 jaar op de zolder van je ouders wonen. Hè? Omdat er ook, maak u geen zorgen dat je vroeger heel makkelijk in Nederland een fijne woning kon krijgen. Dat is echt een totale illusie, dat is volkomen onjuist. En van die 2 meisjes, ja, die zodra ze verloofd waren, ook zo gek, hielden ze op met de studie. En ze waren bepaald niet stom. Ja, u valt stil, de zaal valt stil. Hè. Moet je je voorstellen dat ze dan met de studie ophielden? Oh, u denkt, ja, wie zijn er nou? Ja. Wel op zo'n toon van alleen vrouwen doen zoiets stoms, maar... Ik vond het toen al verbazingwekkend. Ik heb wel tegen een van die lui gezegd, joh. Dat was met het scriptje al begonnen. Waar maak je niet even af? Klaar is Kees. Nee, is verloofd dan. Ja. Ander onderwerp. Ik weet niet hoe het met die meisjes. Ik weet niet. Ja, die zijn natuurlijk dames van in verre in de 70 nu. Dus ik weet niet hoe het met ze afgelopen is. Maar God allemachtig, dat zou nu niet meer gebeuren. Ik heb al vaak uitgelegd, volgens mij, dat vrouwen natuurlijk tegenwoordig universitair gesproken veel succesvoller zijn in de studie dan mannen. Dat telt zich nog niet door in promoties, hoewel dat ook snel aan het veranderen is en hoogleraarsbenoemingen. Maar dat komt vanzelf, daar ben ik heilig van overtuigd. Dat komt vanzelf. Wie heeft er nog een vraag? Steek je hand op en dan mogen we even weer wat licht daar, in de zaal. Ja. Daar is nog een vraag. Ja, hier is een meneer en die heeft een vraag. Vertel even wie je bent en wat je vraag is. Hi, mijn naam is Peter en op dit moment speelt de serie Het Verhaal van Nederland. Ja. En ik zit er echt fascinerend naar te kijken. En mijn vrouw lacht mij heel hard uit, want ze zegt, joh, dit is schooltv uit de jaren 70. Wat vind jij ervan? Nou, ik moet zeggen dat uw vrouw wel een bijzonder verstandige indruk maakt. Is ze bij je? Is ze helaas niet bij. Misschien dat uw vrouw, net als ik, een fervent tegenstander is van gedramatiseerde geschiedenis. Hè? Zo'n toneelstukje met Drees en die ministers die in de tijd met een politionele actie, dat je denkt van dit moeten we niet doen. Dit is maken goede documentaire. Ik begreep wel dat er in een van de eerste uitzendingen was uitgelegd, dat leek mij in het huidige Nederland bijzonder nuttig, dat 5000 jaar geleden wij ook allemaal bruin waren. Hè?
dat die wittigheid eigenlijk een vrij recente verworvenheid is, omdat we onze tanden zijn gaan poetsen, zal ik maar zeggen. Ja. Want dat waren we, waren bruin. Mensen waren van oorsprong bruin. En ja, dan heb je toch het gevoel, dan hoop je het wel, dat sommige politici de hele uitzending hebben gekeken. Hè? En dat ze ook hebben gedacht, goh, misschien was het wel fijn om bruin te zijn. Hè? Ja, bent bruin, dat is zoiets geks, dames en heren. U moet, net als de, vrijwel alle Nederlanders, trekt u in de zomer naar die afschuwelijke landen waar heel veel zon is. Hè, de Mediterranee. Toen de Mediterranee nog het oord was waar deftige en rijke mensen heen gingen, gingen ze in het voorjaar of in het najaar. Je ging niet naar Antibe in Augustus. Ja, want als je er ooit geweest bent, God allemachtig nog en toe, wat een klote klimaat. Maar goed, waarom gaan wij daarheen? Om als bleekscheten een beetje bruin te worden. Schreef het toe. Ja, of je moet zo verstandig zijn als ik en sowieso niet bruin willen worden. Dat waarover ze in mijn geval geen racistische ideeën achtersteken. Ja. Maar de mensen worden bruin, dan komen ze thuis. En dan zijn ze wel een beetje trots op hun bruinigheid. Ja, vooral als ze op kantoor zeggen, nou, het ziet er gezond uit, Karel. Ja. Nou, dan zie je ze denken van, zo, ja, lekker tientje. Maar nou moet u zo voelen. En u weet dat bruin gaat er weer af. Halverwege januari is het eraf, zo'n beetje. Maar stel je nou voor dat u blijft bruin. Door een genetische sprong. Uw vrouw zegt ineens eind december, zeg, Karel, je bent nog steeds bruin. Sterker nog, elke ochtend als we wakker worden, heb ik het indruk dat je alsmaar bruiner wordt. He? Man, u raakt in totale paniek. He? U bent vast bruin geworden. Nou, dat is erg. He? Wij willen alleen maar eventjes bruin zijn. Nog helemaal afgezien van het feit, in de 19e eeuw was het omgekeerde deftig. Hoe witter je was, hoe duidelijker was dat je geen arbeid in de zon verrichtte. Dus vrouwen hadden in de 19e eeuw altijd een parasolletje. Daar zouden vrouwen nu ook goed aan doen. Niets is zo erg van dan veel te bruine vrouwen. Ja, ik wil daar verder niet te veel aandacht aan besteden. Maar dat is echt een misvatting. Oké. Okay. Heel erg een stramistvatting. Deels antwoord op de vraag. Niet trouwens. Helemaal, maar je hebt wel een idee wat je ervan vindt. Hiervoor is nog een vraag. Ja. Jasper, collega historicus. Van de week is het Groot Nederlands Indië onderzoek gepresenteerd. Ja. Er is nogal wat om te doen. Ik vroeg me af hoe u daar tegenaan keek. Nou, weinig verrast. Want dat is een van de wonderlijkste dingen van de afgelopen jaren. Dat ten aanzien van de zwarte bladzijde in onze geschiedenis, politionele acties natuurlijk, 45, 49, maar ook de slavernij, vooral een fenomeen van de late 19e eeuw in Nederland, dat daar steeds de indruk wordt gewekt door onze media, die het vaak ook niet kunnen helpen als gevolg van de algehele onbekwaamheid, dat dit volkomen nieuwe inzichten zijn, die we nu pas, hoe is het mogelijk, ontdekt hebben. Nee. Iedereen die geschiedenis heeft gestudeerd, die weet precies hoe het zit met de slavernij. Nou, dat een treurige vertoning was. Waarin Nederland overigens bepaald geen hoofdrol heeft gespeeld, als je dat vergelijkt met de Fransen en de Engelsen, om maar een voorbeeld te geven. Idem dito natuurlijk met die politionele acties. Dat wist hij, dat boek van Van Doorn en Hendricks is van Ontsporing van Geweld, is van 1970. Huting is 68. En dan, dat kan mij wel enorm irriteren. En dat dan Rutte dan met die schijnheilige kop achter dat lessenaartje opduikt en zegt dat het hem een enorm spijt. Hoezo was hij erbij of zo? He? Dat is gewoon lulkoek. Je moet niet zeggen dat het je spijt. Je moet zeggen het is betreurenswaardig. Maar tegen het achtergrond of in het grotere raamwerk van de decolonisatie en laten we zeggen het totale failliet van het Europese imperialisme is het verder allemaal heel begrijpelijk. Wij waren ook niet de enige. Kijk, hij gaat. Dat moet toch even, ja. Gaan we even kijken. Jij bent het. Ja. Ga ik hem toch uit. Dat moet toch even over laten gaan. Ah, okay. Dit is typisch een mediatrucje. Ja. Dan kan ik mooi een nieuwe vraag ergens gaan zoeken in de zaal. Oh, dat ja. Was het. Zijn er nog vragen? Ja, ik vind dat excuses maken voor dingen waar je niet mee bij betrokken bent, dat vind ik echt flauwekul. Leg het liever uit, daar ben je voor als historicus, om het uit te leggen.
Maar de Engelsen hebben, de Engelsen, Malakka in Kenia, de Fransen in Franse Indochina. Ik zwijg nog even van de Duitse Centraal-Europa en de Westelijke Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Italië en Abyssinië, het zijn moordpartijen, het is verschrikkelijk. Want je denkt dat die Italianen schatten bouwden. Cappuccinootje, terrasje, Toscane en zo. Even erg als al die anderen. Maar dat was de wereld waarin vanzelfsprekend was dat de witte beter waren dan de bruine en de zwarte en de gele en de hele zante kraam. In plaats dat dat nou uitgelegd wordt, er zit niks slechts op zichzelf. Nederlanders zijn niet slechter dan Belgen of Duitsers of nou, wat dan ook maar. Het hangt er vanaf hoe ze georganiseerd zijn en wie ze georganiseerd hebben. Okay. Konden de Duitsers wel vrij verdienstelijk vechten. Dat kun je ook organiseren. Het is een kwestie van organisatie. Italianen konden totaal niet vechten. En als je even leest hoe het Italiaanse leger in elkaar zit, dan begrijp je dat ook wel. Ja. Maarten, we hebben hier nog een vraag van iemand. Wie ben je? Ik ben Jim. Ik vroeg me af, hoe vindt u dat de Europese Unie moet optreden tegen de strafkamp in Xinjiang in China? Ah, ja, dat is een lastig probleem. Ik vind wel dat je aan de Chinezen duidelijk moet maken dat je het daar niet mee eens bent. En dat je liever zou zien dat ze het niet zouden doen. Maar dat je tegelijkertijd ook in de gaten moet houden dat het de Chinezen echt geen pest interesseert dat wij dat vinden. 0,0 vinden ze dat. Integendeel, ze zijn van mening dat wij slappelingen zijn. Die eigenlijk een betrekkelijk beperkte toekomst hebben. Terwijl zij waarschijnlijk nog een hoofdrol zullen spelen in de wereldgeschiedenis. Die ze lang geleden ook gespeeld hebben. Maar er is toen een intermezzo tussen gekomen. Maar je moet dat ook niet overdrijven. Als je natuurlijk zegt, we zijn principieel, hè, van ja, we kunnen dit echt niet tolereren, dit kan echt niet. Dan moet je dus de handel met China stopzetten. Dan zou dat niet zo erg zijn als Nederland het deed, maar als de hele wereld het deed. Ik weet, let u wel eens op die treinen die u bij het station hier voorbij ziet komen midden in de nacht. Die staan vol met containers. En dat zijn in het algemeen Chinese containers. Ik geloof dat 12% van de hele overslag in Rotterdam is tegenwoordig komt uit China. Het zijn factoren van betekenis. Wat ga je precies doen uit principiële overwegingen in de wereldeconomie? Hè? In Europa heb je natuurlijk een hele reeks van landen die totaal onbetrouwbaar zijn en die deugen. Hè? Je handel wordt vrij beperkt als je principieel bent, dat kan ik u verzekeren. Want de wereld is vol met klote landen. En er zijn 193 soevereine staten bij mijn weten. Daar zijn er wel een paar bij die naar mijn idee onmiddellijk bezet zouden moeten worden. Ja, de Cayman-eilanden, Andorra, Monaco. Ruim in godsnaam dat koninklijk huis in Monaco op. Met die druiloor van een Albert. Natuurlijk is die vrouw doodongelukkig, dat zie je meteen. En die suffe prinsesjes die het allemaal met hun bodyguard doen. Nee, dat is echt... We moeten daar een eind aan maken. Ja, waarom zeg ik dat? Wist u dat alle telecombedrijven van Oostenrijk, de firma gevestigd is in Vaduz? Waarschijnlijk weet u niet waar Vaduz is, maar dat is de hoofdstad van Liechtenstein. Die natuurlijk niet voor niks Vaduz. Vaduz, dat is een... Ja, en dat geldt natuurlijk ook... Ik weet niet wat uw inkomen is, maar als u een miljoen te besteden heeft, kunt u burger van Monaco worden, hè? Max Verstappen, typisch sympathieke Nederlander, die in België is geboren en naar school gegaan en een Belgische moeder heeft, maar voor de rest een door en door sympathieke Nederlander is. Ja, daar kun je gaan wonen en dan kan je een mega inkomen draaien zonder serieuze inkomstenbelasting. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat verwerpelijk. Ik heb met enige regelmaat lezingen gehouden voor Nederlandse expats in België. Nou, in ieder geval kan ik getuigen, ze waren er niet gelukkig van geworden. Hè? Maar je betaalt daar in de hoogste schijf. Ik denk, dan gauw 30% minder inkomstenbelasting. Ik ben afgedwaald van het thema, Chinezen. Maar je zit in de wereld met een groot probleem als je denkt dat eigenlijk alle landen ongeveer zo functioneren als Denemarken en Nederland. En je weet, tegenwoordig weten we ook dat die Denemarken en die Denen, dat zijn enorme stuig van de regel eerste klasse. Met iemand al die vreemdelingen op dat eilandje en zo, dat kan er echt absoluut niet meer, vind ik.
Hoe zou je het vinden dat we alle AZC's opruimen en al die mensen op Ameland zetten? Hè? Hoewel, nu ik het zeg. dit is schipperen. Dit is gewoon schipperen. Het hele leven is schipperen, maar dit is ook schipperen. Okay. Nog een vraag. We hebben nog een vraag. Een andere vraag, denk ik. Of over hetzelfde onderwerp. Hoi, het is Maaike. Ik vroeg me af, ik hoorde laatst in een andere podcast iets over dat ze bezig zijn met een nieuwe Iran-deal. Nadat Trump, geloof ik, eruit is gestapt. Denkt u dat er een nieuwe Iran-deal komt, aangezien de VS ongeveer elke 4 jaar compleet van visie lijkt te veranderen? Ik begreep dat ze op het punt weer stonden om toch die deal te vernieuwen. Maar ik geef toe dat punt is met meerdere malen is dat bereikt en gepasseerd in de afgelopen 2 jaar. Anderhalf jaar. Het zou heel verstandig zijn als het gebeurde. Maar dat zegt niks, want het is net wat u opmerkt. Dus tegenwoordig dat Trump herkozen wordt, ons aller grote droogbeeld, of moet je dat zeggen? Is het warm water of niet? Koud. En een koekje. Oh. Ja, sorry voor de keukenactiviteiten. Maar dan wil ik wel liever een kopje thee. Dat heb ik ook hier, maar ik dacht, ik geef je het water. Ik ga ook thee maken voor je. Met honing erbij. Thuis zeg ik dan ook altijd, ik wil het wel zelf doen. Nee, dan moet je zeggen, nee, dat is niet nodig. het zou heel verstandig zijn. Sowieso moet dat Iran in feite een paar internationale paria is. Dat is, hebben we volledig de dank aan de Amerikanen. Dat slaat in grote trekken nergens op, want u weet hoe dat komt. Dat komt door de speciale relatie tussen Israël en de Verenigde Staten. En de enige serieuze bedreiging van Israël in het Midden-Oosten is Iran. Ook gezien zijn bevolking, opleidingsniveau en alles wat je daar... Kijk, die andere landen, dan weet je ook wel hoe laat het daar is. Ja, Egypte, dat is niks. En Jordanië is ook niks. En zo kunnen we nog wel even doorgaan natuurlijk. Dus ik hoop het. Maar het is mijn vaste overtuiging dat het hele idee dat de Verenigde Staten een stabiele factor is in de internationale politiek, ook een stabiele factor waar we als Europeanen op kunnen koersen, zoals dat natuurlijk heel lang het geval is geweest, dat we met dat idee moeten stoppen, want dat is niet zo. Amerika is een door en door onbetrouwbare partner geworden. De Amerikaanse politiek is instabiel. En voordat dat weer stabiel zou worden, ik heb al vaak bij mezelf gedacht, het moet nog veel en veel erger worden voordat iemand daar tot de conclusie komt. Het moet echt anders. En we moeten ook van dat achterlijke politieke systeem af, wat we erop nahouden. Waarbij in feite voortdurend minderheden aan de macht zijn, terwijl de meerderheden genegeerd worden. Of dat nu de popular vote is, of de Senaat, of het Huis van Afgevaardigden. De meeste mensen realiseren zich dat niet, dat al die gremia in Amerika door en door ondemocratisch in elkaar zitten. Kijk, hij is toch wel leuk aan het knutselen, hè? Ja, ik zit even wat honing voor je erbij te doen. Ja, is het antwoord op je vraag? Fijn. Oké. Wie heeft er nog een vraag? Kijk, roep hem eventjes. Ik kom zo bij jou eerst eventjes jouw vraag, zeg maar. Oké, voor de podcastluisteraars, ik spreek het nog even in de toekomst van kernenergie. Ik ben wel een voorstander van kernenergie. Ja. Wat? Ja. Nee, ga je gang. Ik ben wel een voorstander van kernenergie. Er zijn goede systemen bedacht in de loop der tijden die in feite weinig storingsgevoelig zijn. A, B, betrekkelijk geringe risico's met zich meebrengen. Ja, want je denkt natuurlijk altijd aan hoe heet dat daar, dat ding bij Kiev, dat is natuurlijk wel... Die Russische kerncentrales, dat waren echt waardeloze dingen. Bovendien, dat ongeluk was het gevolg van een experiment. Ze gingen een experimentje doen. Een van de problemen natuurlijk van de Sovjet-Unie is dat ze eigenlijk niks konden. Er waren wel een paar vliegtuigen die redelijk wat konden, maar daar hadden ze dan ook alles ingestoken. Maar voor de rest klopte daar niks van. Nee, het is niet voor niks verdwenen, het is een volkomen terecht natuurlijk. Dus je moet het niet afwegen naar de ongelukken die ooit gebeurd zijn met kerncentrales. Je moet rekening houden met de modernste technologie op dit punt. Het is op zichzelf toch weliswaar wel een fossiele brandstof, maar die niet de bekende effecten geeft van CO2.
Je houdt er rommel over die je op moet slaan, maar dat is wel te organiseren. Althans zodanig dat wij er weinig last van hebben. En dat pas mensen over 12.000 jaar misschien door geologische fouten tot de ontwikkeling komen dat het niet zo verstandig is geweest. Hoe lag dat met Duitsland? Merkel heeft eigenlijk volgens mij een beetje emotioneel besloten naar Fukushima of Fukushima. Je weet nooit hoe de klemtoon ligt in Japan. Hè? Je had Nagano, maar het is eigenlijk Nagano, begreep ik later. Wie spreekt er van u vlot Japans? Ja, je zult dat toch geleerd hebben en erachter komen dat het tegenwoordig Chinees moet wezen. Wie spreekt er vlot Chinees? Niemand. Dat gaat veranderen. Dat gaat veranderen. En toen heeft Merkel eigenlijk vanuit het een op het andere moment gezegd, we stoppen met die kernenergie. Maar Frankrijk zal het zijn, als ik het wel geïnformeerd heb, daar is nooit een groot ongeluk gebeurd. We hebben in Nederland natuurlijk ook nog steeds een kerncentrale bij Borselen. Die bij mij weten ook, die is nog eens door veiligheidsinspecteurs onderzocht. En die hebben toen een vrij interessant rapport geschreven. Dat de kans dat die in Zeeland zou worden getroffen door een tsunami, dat die niet groot was. Waarbij je zegt, nou, dat is wel iets dat je, als je daarachter bent gekomen, dat is wel echt een kunststukje eerste klas. Hè? Dat is net zoiets als je zegt dat Ameland niet geschikt is voor sledehondentraining. Zoiets dergelijks. Nou is dat een relatief klein reactortje, maar toch. Ja, ik ben geen deskundige ter zake. Dat moet je nou aan die Samson vragen. Alleen denk ik dan zelfs misschien wel de laatste persoon die je iets serieus zou moeten vragen over de toekomst. Ja, dat die nou toch de belangrijkste assistent van, hoe heet die, is geworden. Dat is wel vrij. Maar goed, dus ik heb dat stuk gelezen in mijn eigen tijdschrift. Dat heb ik niet zelf geschreven natuurlijk. Ja, mensen denken altijd dat ik al die stukken schrijf, maar dat is helemaal niet waar. En dat vond ik eerlijk gezegd vrij overtuigend. Dat is duidelijk ook. Er staat in notabene in het formatieakkoord dat er onderzoek gedaan moet worden of in woorden van dergelijke strekking om in Nederland enkele kernreactoren te bouwen. Nou weet ik niet hoe oud u bent. 21. Dan hoop ik dat u bij leven nog de voltooiing van de eerste nieuwe kernreactor zult meemaken, hè? Want in Nederland kost het ons al 17 jaar om een rotonde in Bokstel aan te leggen. Dus ja, ik heb daar weinig fiducie in op dit punt. Cappuccinootje. De functie van die wapens was ook al een symbolische functie geworden, een afschrikkingsfunctie. Meer weten over de geschiedenis en het gevaar van kernwapens. We zullen zien dat je wellicht kunt constateren dat het hele nucleaire tijdperk in zekere zin een tijdperk van afschrikking van deterrence is geweest. Luister naar het luisterboek Kernwapens. De wapens waren er wel, maar het was eigenlijk niet de bedoeling dat ze ook daadwerkelijk gebruikt zouden worden. Je vindt het via de link in de beschrijving bij deze podcast.